we gaan vandaag een snakefly binden. Nou, dat is een warevanger op natuurlijk de forellenvijvers, daar kent iedereen het ook wel van. Maar ook op de baars en alle andere roofvissen, zoals bijvoorbeeld de roofblij, heeft deze vlieg toch echt wel zijn waarde bewezen. Je kan hem heel mooi aanpassen qua grootte, qua kleur, maar ook of je hem verzwaart of niet. Nou, vandaag gaan we hem wel binden met een kleine verzwaring, een kettingoogje, om hem net iets makkelijker door het water heen te laten breken. Nou, we beginnen met de eerste haak. Ik gebruik voor deze patroon eigenlijk altijd een haak met een mooie ruime bocht, zodat hij goed inhaakt. Zeker omdat je haak achterin zit en je toch ook de zonkerstrip hebt. En moeten we toch wel mooie ruimte houden voor het inhaken. Nou, gaan we eerst een stukje backing bevestigen aan de haak. Nou, dit doen we omdat de snakefly maken we eigenlijk als een stripje. Ja, dus we binden hem op een haak en op een shank. Nou, om die verbinding te maken gebruiken we een mooie dunne gevlochten draad. In dit geval gebruik ik een mooie dunne backing. Even een stukje backing op, maak het jezelf wat makkelijker door een iets langer stukje te nemen dan de uiteindelijke lengte die je wil binden. En dan gaan we nu de backing op de haak bevestigen met een knotless knot. Wat je doet is het uiteinde een beetje uitsteken. Leg hem mooi op je haaksteel. Dan pak je hem eigenlijk, in dit geval pak ik hem met mijn linkerhand vast bij het haakoog. En dan ga ik een paar slagen over de backing heen maken, naar voren toe. En dat doe je gewoon een keer of 6, 10, het mag gewoon goed gefixeerd zijn. Dan zie je hem dat ik de slagen over het rechte stuk backing heb gemaakt. Pak je nu het andere uiteinde. Zelf dat het wel makkelijk vindt om even een threadertje te gebruiken. Threader door het haakoog. Pak je de backing. Hou hem even bij de steel vast en dan trekken we hem er doorheen. Nou, hoe meer spanning ik er nu op zet, zie je hoe vaster die komt te zitten. Voordat we het uiteinde afknippen, pakken we een klein beetje superlijm. Goed over die backing heen. Even het lange uiteinde. Even goed spanning op, zodat die lijm er mooi in trekt. Zo, nou, dan kan je het korte uiteinde afknippen. Nou, en dit is uit onze uiteindelijke verbinding naar de voorste shank toe. Dan beginnen we nu met het opzetten van de winddraad. Even een paar slagen. Zo. Knip hem af. Nou. En dan gaan we hem nu naar voren binden. We hebben natuurlijk nu hier een lang stukje backing hangen. Dus ja, kan af en toe een beetje vervelend worden. Maar als je gaat hij dubbel, is dat geen probleem. Trek je hem er zo weer naar achter toe. Maak mooie slagen over die knoop heen. Bind hem iets naar voren toe. Zo. En dan ook hier weer even een klein beetje lijm gebruiken. Nou zit hij nu vast, dus mochten we de vis haken op de achterste haak, dan blijft hij gewoon perfect hangen. Nou, beginnen we nu met de zonkerstrip. In dit geval gebruik ik een 4 mm. Dan heb je een mooie brede zonkerstrip. En die gaat zometeen heel mooi dwarrelen in dat water. En dat is eigenlijk ook waar een, ja, waar een snakefly bekend om staat. Want het is een hele mooie langzame actie die je kan gebruiken. Nou, pakken we nu de zonkerstrip. Even aan het uiteinde knippen we even mooi een puntje in. Het zorgt ervoor dat die mooie gestroomlijn eruit komt. Dat zal je ook in het water zien. Beide kanten. Nou, dan zie je het mooie puntje in. Die kunnen we mooi bevestigen aan de achterste haak. Voordat je hem inbindt doe ik eigenlijk altijd even een beetje valse haren eruit trekken.
Zo. Nou, zorg ervoor dat je de haar een beetje naar achter trekt. Dat je ruimte hebt om hem op de strip in te binden. Leg je hem. En we willen ongeveer dat hij net zo lang is als de haaksteel. Puntje. Een paar slagen overheen. Nou, om de haren een beetje naar achter te houden is het soms makkelijk om even eens een klein beetje nat te maken. Trek je hem zo naar achter toe, heb je hier alle ruimte om je bindraad eroverheen te brengen. Nou, even een paar goede slagen. Fixeren we hem goed. Strip een beetje weer naar achter trekken. Breng je bindraad naar het haakoog toe. Een klein beetje zeppelkap. En dan binden we hem. Zo. Op hem terug. En dan gaan we ook hier weer even bloot maken tot aan de strip. En ook hier weer een paar slagen. Niet te veel spanning te zetten, gewoon een klein beetje. Die lijm trekt hem eigenlijk al gewoon helemaal vast. Zorg er ook voor dat de strip niet zal gaan draaien. We willen niet dat hij gaat rollen. Nou, even de zonkstrip naar achter. En dan gaan we hem even een whipfinish maken. Nou, omdat we hier zitten met de backing. Ja, wordt het lastig om dat met je whipfinisher te doen. Dus eigenlijk doe ik het dan het liefst gewoon met mijn handen. Pak twee vingers. Gebruik je je vingers als whipfinisher. En daardoor kan je telkens ene vinger dan weer de backing. Kan je de backing telkens mooi wegduwen met één vinger. Maak je ongeveer een slag op 5. Begeleid hem mooi met je vingertoppen. En dan zetten we hem vast. Zo. Knip hem af. En dan kijk om onder mooi, is die mooi schoon. Even wat haren aan de onderkant zitten. Kunnen we hem nog even wegknippen. Dan kunnen we weer een klein beetje zien met. Net even over de bindraad heen. Trek die ook nog mooi even in die zonkenstrip. En dan zal die helemaal goed vastzitten. Nou, dan gaan we nou. Hou hem even uit de wijs. En dan pakken we nu de voorste haak. Vaak zie je dat we binden hem eigenlijk op een haak. Kunnen er zo meteen, kan je er altijd voor kiezen om maar met één haak te vissen. Knippen we deze bij de bocht af. En dan heb je mooi één haak achterin zitten. Maar dan gebruiken we deze om het kopje op te binden. Nou, we beginnen even met het opzetten van je bindraad. Deze, de snakefly is natuurlijk bij heel veel mensen wel bekend. Echt een ware vanger op bijvoorbeeld de forellenvijvers, de grote reservoirs. Dus ik zou zeggen, probeer hem zeker een keer uit. Nou, we hebben hier een mooi bindraad opgezet. Gaan we nu even de lengte van de vlieg bepalen. In dit geval hebben we hier de 7 centimeter. Dan meten we de strip uit de vorige vlieg. Kan je ook altijd gewoon eventjes een centimetertje gebruiken of het ook gewoon op gevoel doen, wat je zelf het prettigste vindt. Knip je de strip af. Trek je even bij het uiteinde een klein beetje de haartjes weg, dat je mooi het stripje bloot hebt liggen.
knippen we ook hier weer mooi een puntje in. Dan is het wat makkelijker om hem zo meteen vast te binden. Je ziet hier ook weer een klein puntje. Het stripje, het leertje zit hier mooi bloot. Dat kunnen we mooi fixeren. Nou, dan gaan we nu de gevlochten draad verbinden met de shank. Ook in dit geval weer even. In dit geval ook weer even mijn threaden. Door de andere kant heen. En trek hem mooi. Door het oog heen. Nou, doen we hem even mooi dubbel slaan. En dan doen we even twee slagen met het binddraad eroverheen. Nou, waarom twee slagen? Omdat we nu nog mooi de lengte kunnen afstellen. Want we willen dat de gevlochten draad, de backing in dit geval, net zo lang is als de zonkenstrip. Nou, wat ik wel het liefste doe is, pak even het uiteinde van de strip waar je wil dat die komt. Zo. We gaan zo meteen nog een kettingoogje bevestigen. Ja, dus we willen hem iets naar achter hebben. In dit geval hier. Nou, dan zie je, dus eigenlijk hangt hij nog in een boogwekking, dus we willen hem iets strakker hebben. Doe dat door aan het uiteinde rustig te trekken. Zo, even opnieuw meten. Nou is hij eigenlijk iets te strak, heel makkelijk door gewoon een achterste haak te trekken en je zonkenstrip op plaats te houden. Nou, dan hebben we de juiste lengte. Nou, dan kunnen we nu uiteindelijk gaan afbinden. Pak je even je draad, wind hem een paar keer om je binddraad heen. Een paar wikkelingen eroverheen maken zo. En dan gaan we hem eventjes goed fixeren. Kunnen we hem er hier nog een paar keer overheen slaan. Zo. Knip het uiteinde af. Deze maar naar achter. Pakken we weer even de lijm. Druppeltje erop. En dan gaan we hem nu even goed bedekken met binddraad. Mooi helemaal naar achter toe. Dan trek je lijm helemaal mooi in je binddraad. En zal die super stevig zitten. Nou, pakken we nu even een kettingoogje. We gaan hem even verzwaren met een klein kettingoogje. Dus het kettingoogje leggen we er even op. Even een slag eroverheen. Dan zie je, nou zit hij mooi recht. Klein beetje lijm erop. Zo. Nou, en dan gaan we nu mooi wat achtjes eromheen draaien om hem goed te fixeren. Je bent hem eigenlijk op voor de zijkant. Doe je hier ook gewoon achtjes draaien. Telkens een klein beetje spanning erop zetten. Zo. Nou, zie je, zit hij goed vast, gaat geen kant meer op. Pakken we nu de zonkenstrip, het uiteinde. Hou hem even goed vast met je vinger. En dan kunnen we mooi gaan bedekken met binddraad. Zo. Nou,
Die zit mooi vast. Even een klein druppeltje. Nou, om deze streamer nog even wat extra actie mee te geven, vooral aan de flanken, ga ik nog even gebruik maken van een paar rubber pootjes. En die zorgt ervoor dat hij nog net wat mooi naast dwarrelen. Nou, zo'n rubber legs maken we eigenlijk net zo lang als de zonkerstrip. Zo even af. En dan kunnen we ze nu heel makkelijk los trekken. Zo. Doen we eigenlijk even twee pootjes per zijkant. Dus even bij elkaar. Die leg je mooi op het flankje. En eventjes goed vastbinden. Zorg ervoor dat je niet te veel kracht zet op je bindrad, want dan zal je eigenlijk dat rubber doorsnijden. Dus maak gewoon stevigheid met het aantal slagen die je maakt. Goed bedekken met bindrad. Doen we hetzelfde aan de andere kant. Ook hier weer even goed bedekken. Hebben we die mooi bevestigd. Nou, gaan we nu het kopje even maken. Daarvoor gebruik ik een klein beetje ice dubbing. Met een klein UV'tje erin om net even wat meer op te vallen. De kleur knalt er al uit, maar dit is echt een aggravator patroon. Echt om die vis een beetje agressief te maken. Om ze een beetje uit de tent te lokken. Dus dan kan een extra glittertje ook zeker geen kwaad. Pak mooi wat dubbing. En die hangen we op bindraad. Het mag best grof. En het kopje mag best wel groot zijn. Dat trimmen we zo toch ook nog weer een beetje bij. Zo. Dan ga je mooi die slagen. Zorg ervoor dat je de slagen een beetje goed over elkaar heen maakt. En dan gaan we nu rondom de kettingoogjes. Gaan we eigenlijk hetzelfde doen als hoe we ze vastzetten. Achje eromheen draaien. Slagen. Nou, dan gaan we hem nu afbinden. Dat kan je natuurlijk met je whipfinisher doen. Ik gebruik bij dit soort vliegen graag een half hitcher. Mooie slagen eromheen. En dan trek je hem mooi vast. Pak hem twee keer. Draad af. Nou, gaan we nu nog even de dubbing even een beetje uitkammen. Even goed los. Kammen met een velcrootje, dubbing brushje. Zo. Nou, trekken we een klein beetje naar achter. En dan gaan we nog een klein beetje die tape erin knippen. En zorg ervoor dat die bij de oogjes wat korter is. Oogjes mooi vrij zijn en dat die achter wat langer uitsteekt. Nou, we hebben hem nu met een kettingoogje gebonden. Je kan deze vlieg natuurlijk op heel veel manieren binden. Je kan hem natuurlijk ook maken bijvoorbeeld met een boobyoogje. Dat zorgt ervoor dat je dat de vlieg wat gaat drijven. Als je bijvoorbeeld met een zinklijn vist. Je kan hem ook heel mooi onverzwaard maken om heel mooi in de bovenste waterlagen te vissen. Je kan eigenlijk alle kanten op met deze streamer. Dus ik zou zeggen van nou, heel veel plezier met het binden van deze streamer en natuurlijk met het vissen ervan.